Nu zijn alle dingen van u, o God. Waarde broeders en zusters, op deze eerste zondag na Epifanië groet ik u in de naam van onze Heer Jezus Christus en heet ik u hartelijk welkom bij onze bijeenkomst. De eerste zondag na Epifanië heeft als ondersteunende tekst Romeinen hoofdstuk 8 vers 14. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Dat is de tekst voor Epifanië en het is ook onze weektekst. En dan de dagwoorden van vandaag, zondag 10. Ja, januari in het jaar 2021. Wend mijn ogen af, zodat ik geen ijdele dingen zie. Wend mijn ogen af, zodat ik geen ijdele dingen zie. De leertekst uit het Nieuwe Testament, Colossenzen, hoofdstuk 2, vers 6 en 7. Nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd wordende in hem, bevestigd wordende in het geloof. Tot zover de dagwoorden voor deze dag. Ik wil u een aria voorzingen en dat is de inleiding op mijn thema voor deze zondag. Het is aria 171. En ik lees en zing twee versen. Mas ragado te na tapu akisa mide begio blessi koning na krontapu na nagraman fuito alla suma di sidia te na busi far away, you blessi alla presi, fo vi contre alla di. Sari ati lobigado, iere san vi plesiu. Membre tovi lobi foto na tempra nascito fri foroco fri viroco alla sotto broco man io mu blessi io mu tresi alla porti asikima. Tot zover deze woorden uit deze aria. Singi, fuda condre, staat daar boven. Ik lees u daarom voor, als gevolg daarvan, Psalm 72. God, help de koning. Help hem om een goede heerser te zijn. Net zo rechtvaardig als u. Help hem om een eerlijk rechter te zijn. Een goede leider van uw trouwe volk. Laat er overal vrede zijn. Op alle bergen en alle heuvels. God, help de koning. Help hem om goed te zijn voor arme mensen. Voor mensen zonder macht. Zorg dat hij hun onderdrukkers doodt. Laat de koning heel lang leven, zolang als de zon en de maan bestaan, zolang als er mensen op aarde zijn. Zorg dat hij goed voor mensen is, zoals regen goed is voor droog land. Laat het goed gaan met eerlijke mensen, zolang als de koning regeert. Laat er overal vrede zijn. Laat, zolang de maan bestaat, laat de koning heersen over de hele aarde, van het oosten tot het westen, van het noorden tot het zuiden. Laten alle volkeren
uit uw steen hem dienen. Laten zijn vijanden voor hem knielen. En laten alle andere heersers hem geschenken brengen, overal vandaan. Laten zij kostbare schatten brengen. Laten zij hem gehoorzaam zijn. En laten de volkeren naar hem luisteren. We zingen verder. Masragado di sigrani sarifo vi surinam. Helpi vi fo du juani leti toch ju lobi flam. Na vi ahati gi vi dati fo vi tan getrona ju. Help die hesi en je feesi, moesos geen givi foto. Uit het Nieuw Testament lees ik u voor 1 Timotheus hoofdstuk 2, enkele versen daarvan. We lezen met elkaar vers 1 tot en met vers 7. 1 Timotheus hoofdstuk 2. Vers 1 tot en met vers 7. Timotheus, jij moet bidden voor alle mensen. Dat is het belangrijke dat ik je vraag. Vraag God om hulp voor iedereen. En dank God voor alles en iedereen. Bid voor koningen en machthebbers, zodat wij in vrede kunnen leven. Dan kunnen wij God eren en krijgen wij respect van alle andere mensen. God vindt het belangrijk dat wij voor alle mensen bidden. Hij is onze redder. Hij wil dat alle mensen gered worden en dat iedereen de waarheid leert kennen. Dit is de waarheid. Er is maar één God. En die enige, en de enige die mensen bij God kan brengen, is de mens Jezus Christus. Hij gaf zijn leven om alle mensen te redden. Dat nieuws wordt nu verteld op het moment dat God het bepaald heeft. God heeft mij als apostel uitgekozen om daarover te vertellen. Dat is geen leugen. Het is echt mijn opdracht om alle volken uitleg te geven over het ware geloof. Tot zover onze tweede schriftlezing. Lieve zusters en broeders, ik begin bij Suriname. En dan maak ik een stap naar de internationale wereld. Een paar dagen geleden hebben wij het nieuwjaar gevierd. Wij moesten thuis blijven. Wij moesten vanwege de overheid, vanwege de president, vanwege de regering, vanwege de mensen in autoriteit, thuis blijven vanwege het gevaar van het coronavirus. Met z'n allen lopen we rond met onze mondkap, met onze hand sanitizer. Zo zijn wij genoodzaakt om te doen wat goed is voor ons als samenleving. Maar ook goed voor de wereld. In deze periode hebben we het niet leuk gevonden. Ook ik vond het niet prettig om niet op de traditionele manier de oudjaarsviering te kunnen vieren. Ik vond het in het bijzonder lastig wanneer toen wij moesten afzeggen onze kerstnachtdienst. En u weet, als IBG'ers, als christenen, dan trekken wij 24 december op naar de gebedshuizen om zo lof en eer aan de Heer Jezus Christus te brengen. Maar wij moesten thuis blijven. In opdracht van de overheid moesten wij een andere manier vinden om die viering te doen. Ik vond het bijzonder prettig dat de overheid zei van luister kerken, als jullie elektronisch willen gaan, als jullie via de elektronische wegen willen gaan om uw boodschap te verkondigen, nou, dan gaan wij dat financieren. Als ik niet verkeerd heb gelezen, ik was heel erg blij daarmee.
Maar lieve zusters en broeders, er zijn ook een heleboel mensen in onze samenleving, ook christenen, die vreselijk geklaagd hebben en allerlei dingen gezegd hebben, verantwoord en onverantwoord. Boos waren op de president, boos op de regering, boos op de situatie in ons geliefd Suriname. En terwijl we zo bezig zijn om boos te worden, worden wij vandaag door een van de teksten voor de preek vandaag, namelijk Psalm 72, bepaald bij een belangrijk onderdeel van ons christelijk leven. Ik begin met een psalm van Salomo. Er wordt gezegd dat die psalm van Salomo is. Ja, Salomo heeft ervoor gezorgd dat wij die psalm hebben. Maar als we die psalm lezen, dan horen we dat het zijn vader David is die voor hem bidt. Salomo is een jonge koning. Salomo zal straks regeren, of misschien begeerde hij al. Hij regeerde als koning in naam van God en in naam van zijn volk. En David, zijn zoon die aan het eind van zijn leven is, die roept op en vraagt aan de Heere God om een aantal dingen. Ik lees het nog een keer voor u. God, help de koning. Help hem om een goede heerser te zijn. Net zo rechtvaardig als u. De Heere God is een rechtvaardige God en hij regeert zijn volk en zijn wereld. En David bidt tot God dat God zijn zoon Salomo net zo grote dosis rechtvaardigheid zal geven om hem te helpen een eerlijke rechter te zijn, een goede leider voor het volk van de Heer. David bidt dat zijn zoon succesvol mag worden. Laat overal vrede zijn, op de bergen en in de heuvels. David weet dat zijn zoon verantwoordelijk is voor heel het land. Voor Paramaribo, voor de districten en voor het platteland. En hij wil dat God zijn zegen op zijn zoon legt, niet alleen, maar ook op het land. Zodat wij in vrede en harmonie kunnen leven. Als mensen in vrede leven, is de natuur ook in vrede. Als de stad het goed heeft, dan moet het, als het goed is, ook de districten en het binnenland het goed hebben. Help de koning. Help hem om goed te zijn voor de minst bedeelden. Help hem om goed te zijn, om een goed sociaal beleid te hebben voor de mensen die voor zichzelf niet kunnen opkomen. De armen, de zieken, de bedroefden, de mensen die hulp nodig hebben. Zorg dat hij zo zodanig te werk gaat, dat als er sprake is van onderdrukking, dat de koning deze bestrijdt. Dat de juridische autoriteiten inkomen en de onderdrukkers van de armen straffen. Geef de koning lang leven. Om te kunnen regeren is het nodig om te leven. Om te kunnen leven moet je gezond zijn. En David bidt voor de gezondheid van zijn zoon. Geef hem een lang leven. Maar ergens in deze tekst weten we dat de zoon van David, dat is Jezus Christus, die wordt nu al geroepen in vers 4 tot en met vers 6. Want hij zegt hier, help de koning, zodat hij opkomt voor arme mensen. Help de koning, zodat hij opkomt voor de mensen die onderdrukt worden. En laat zijn koningschap heersen, zolang de zon en de maan bestaan. Hier praten wij over de Messiaanse koninkrijk, waarin Jezus Christus koning als Heer van de wereld zal heersen. Maar hij komt dan terug en hij zegt, want uw goedheid voor mensen is gelijk de regen voor dor land. Hij bidt dus ook voor een gezonde oost, voor een gezond land. Laat het goed gaan met eerlijke mensen. Laten zij lang leven en samen met de koning regeren. Laat er overal vrede zijn. En laten er vriendschappelijke relaties zijn met andere volkeren. Laten de volkeren, de heersers van andere volkeren, geschenken brengen. Ik denk aan al die bilaterale afspraken die we maken met bevriende naties. En de economische, sociale-economische voordelen die Suriname te wachten staat, indien God
ons zegen. Heer, laten de mensen gehoorzaam zijn. Hier in Suriname hebben wij toch een beetje gedemonstreerd om moeilijk te gehoorzamen. Continu is gezegd in deze periode, laten we voorzichtig zijn. Laten we op tijd naar huis gaan. Laten we geen grote feesten organiseren. Laten we ons gezondheid niet in de problemen brengen. Maar die ongehoorzaamheid sluipt nog naar binnen. En daar bidt de Heer voor. Daar bidt David voor. Laten zij hem gehoorzamen. En laten de volkeren naar hem luisteren. Die tekst is veel langer. Maar we zullen naar het Nieuw Testament gaan. Want de tijd is niet onze bondgenoot. En wat zegt de apostel Paulus? De apostel Paulus zegt dat wat David doet is wat wij met z'n allen moeten doen, lieve zusters en broeders. In Romeinen 13 worden we uitgenodigd door de apostel Paulus om de overheid te eerbiedigen en ons te onderwerpen aan de overheid en de instructies. Maar het is onze Heer Jezus Christus die zegt, onderwerping niet zomaar. Geef de Heere wat de Heere toekomt en geef de overheid wat de overheid toekomt. Dus waar het nodig is om de instructies van de overheid te volgen en te gehoorzamen, behoren wij dat te doen. Maar het Nieuw Testament vertelt ons het volgende. Dat zei ik eerder. Timotheus, jij moet bidden voor alle mensen. Wij hoeven niet altijd eens te zijn met de overheid en de maatregelen die getroffen worden. En we zijn niet altijd tevreden met wat er allemaal gebeurt. Maar in plaats om te morren en te schelden en om en negatief te zijn, worden we uitgenodigd om positief te zijn en te bidden voor de overheid. Dat is het belangrijkste dat God van ons vraagt. God vraagt om van ons dat wij hulp bieden aan iedereen. En dank God voor alles. Laten we dankbaar zijn voor Suriname. Laten we dankbaar zijn voor wie we zijn en wat we zijn en hoe we zijn in dit land. Laten we dankbaar zijn voor onze regeerders. Laten we dankbaar zijn voor onze economische situatie. En laat mij heel duidelijk zeggen, want u moet niet weggaan deze zondag en denken, dominee persoon, no abnoa sorgu, dus adame keitakso. Ook ik voel het. Om van mijn huis naar de stad te kunnen rijden, moet ik 80 SRI betalen iedere keer. Om de benzine te kopen, om eten te kopen, een blikje melk, of een pak melk is nu 20 SRD geworden. Dus het is niet zo dat dominee persoon neerviering. Natuurlijk dominee persoon de viering toe. Maar wat zegt de Bijbel? We kunnen continu negatief zijn en morren en klagen en schelden en onvriendelijk zijn en onvriendelijke dingen zeggen. Maar, zegt Paulus, God vragen om hulp is belangrijk. Bid voor koningen en machthebbers, zodat wij in vrede kunnen leven. Waarom? Omdat ook die koningen en die machthebbers, en in onze geval de assembleeleden en de president en alle anderen, die hebben de nodige wijsheid nodig om te kunnen regeren rechtvaardig. Salomo wordt aan de Heere voorgedragen door zijn vader om hem te helpen rechtvaardig te regeren. Besluiten te nemen die ten gunste zullen komen voor dat volk. God vindt het belangrijk dat wij voor alle mensen bidden. Hij is onze redder. En God wil dat alle mensen gered worden. En in iedereen de waarheid leert kennen. En als het rustig is in ons land, als er voorspoed in ons land is, als er vrede is in ons land, als de coronavirus teruggedrongen wordt, dan kunnen wij als christenen, als mensen die het woord verkondigen, de waarheid brengen aan alle mensen. En de waarheid van deze zondag is dat allen die door Gods geest geleid worden, kinderen Gods zijn. En de kinderen Gods, die moeten bidden, zodat de samenleving er beter van wordt. En dat de regerers op een juiste manier namens God regeren in dit land. Ik sluit met de woorden van onze aria. En dat is aria 171. En we zingen de twee laatste versen. Dan gaan we over tot gebed. O Jehova Tranagado, tiki kibri vinayu, Yudi devi para solo, en vi kibri presitu,
Wee, uw krachtie en uw machtie, moesutapu, kibriwi, fuda ogri, krasi tigri, disi wani swadivi. Kevi helpi man en gado, membre tokyu kerkitu, puru ala vipikado, disi doro vibendu, and you brudu musu frudu, navitapu kringivi, visa waka na yubaka, te yu kondre visasi. Visa waka na yubaka, te yu kondre visasi. Lieve zusters en broeders, op deze zondag van 10 januari, in het nieuwjaar, worden we uitgenodigd om positief te zijn. We worden uitgenodigd om onze regeerders te ondersteunen met gebed. We worden uitgenodigd om te bidden voor land, voor volk, voor Paramaribo, voor het platteland, voor het binnenland, voor de natuur. We worden uitgenodigd om te bidden voor alle mensen, zodat alle mensen kunnen ervaren, wie die ook mogen zijn, in ons geliefd Suriname, bidden dat alle mensen ervaren dat God er is en dat Hij wil dat het goed gaat met ons. Als we kijken naar de wereld, lieve zusters en broeders, als we kijken naar de Amerikaanse president en die struggle om macht over te dragen, laten wij ook bidden dat onze president en onze vicepresident en onze assembleeleden en onze machthebbers, dat zij zullen begrijpen dat het erom gaat dat God hen voor een bepaalde periode gebruikt om zijn kinderen te dienen en daarna dan moeten zij plaatsmaken voor anderen. We bidden voor voorspoed in ons land. Halleluja. Amen. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, wij komen voor uw troon van genade deze morgen. En we danken u, o God, in de naam van uw Zoon Jezus Christus, dat wij via de elektronische weg bij elkaar mogen komen. Heer, we hebben uw uitnodiging begrepen. En wij vragen u om ons te helpen om te bidden voor de overheid. De lokale overheden, de nationale overheid, o Vader in de hemel, die internationale, hooggeplaatste mensen, overal in de wereld, waar er een struggle is in Afrika, in Azië, in Europa, in Amerika, o God, waar leiders worden aangesteld om dienaren van u te zijn, laten wij inderdaad voor hen bidden. Heer in de hemel, we zijn niet altijd tevreden met wat we meemaken, en dat is waar. En we hoeven niet altijd eens te zijn met onze leiders. Maar u hebt ons geboden om voor hen te bidden. En als wij bidden, dan bidden we ook voor allen. Zegen ons, o Vader, op deze zondag. En hoor ons wanneer wij samen tot u roepen als gemeente en als uw lichaam. Met de woorden van uw Zoon, de Koning der Koningen en Heers der Heren, Jezus Christus, onze Vader, die in de hemel zit. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met ons allen. Met ons allen. Amen. Gezegende zondag aan alle toegewijden en goede werk. Amen. Amen. En nu zijn allen.